real love. Volgende week woensdag is het Valentijnsdag. Je kunt je geliefde natuurlijk overladen met chocola, rode rozen en cadeaus. Maar uit onderzoek blijkt dat dat al lang niet meer genoeg is. We willen niet langer een product, maar een ervaring. Je Valentijn meenemen naar een romantische plek is het helemaal. Maar een mooie plek alleen is niet genoeg. We hebben dicht bij huis in Gelderland heel veel mooie plekjes. Eigenlijk zijn we in Gelderland heel goed bedeeld. Maar alleen Brekelmans uit Zevenaar weet waar ze het over heeft. Want ze bezoekt voor haar werk romantische plekjes en schrijft daarover op diverse websites. Wat ik dan zeg maar zie vanuit mijn werk is dat mensen wel veel meer naar de natuur gaan en ook echt wel kiezen voor wat meer basic. Zo staan de Pots op buitenplaats Beekhuizen hoog op haar lijst van romantische toplocaties. Ja, dus dat je zelf ook een vuurtje moet stoken om bijvoorbeeld je hutje warm te krijgen. Dus die eenvoud waarbij je zelf dus actiever bezig bent, dat is wel iets wat ik nu meer zie. Terug naar de natuur. Real love. Het is echt wel even nadenken. Als je niet goed hebt nagedacht over wat die ander leuk vindt, kan je natuurlijk wel heel erg misschieten. Ja. Dus je moet eigenlijk je verplaatsen in die ander. Heel goed, ja, je bent een snelle leerling. Ik denk dat je al best wel goed weet wat je partner ook fijn vindt. Dus als jullie houden van een heel goed glas wijn 's avonds bij romantisch kaarslicht, nou, kies dan voor een plek waar je dus inderdaad kunt dineren en logeren. Nou hebben we die plek. En dan? Nou, dan moet er natuurlijk een leuke uitnodiging komen. Je wil iemand verrassen. Nou, en dat doe je natuurlijk door een echte Valentijn te zijn. Veroveren, dat doen we niet zo erg meer. Het is gewoon, we maken een afspraak. Ja, doe echt je best, want dat voelt de ander ook. En dan heb je al de helft gewonnen.